Dag allemaal. We zijn weer live. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Professionals die werken met mensen, mensen met mentale problemen. Daar is eigenlijk het webinar voor. Ik zal even mijn PowerPoint even laten vervallen. En eventjes mezelf laten zien. Nou, ik ben Ingrid Stoop. Ik ga jullie vandaag meenemen in een webinar. Dat gaat over de eigen regie. Hoe mensen weer de eigen regie kunnen krijgen over dat eigen copy. En waarom dat zo belangrijk is. Nou, daarvoor heb ik een PowerPoint-presentatie gemaakt die ik jullie laat zien. Dit webinar is vandaag zonder mensen aan de andere kant. Dus jullie gaan dit allemaal als een opname bekijken. Dat is even door omstandigheden zo gekomen. Dus, weet je, we gaan maar gewoon beginnen. Ik heb een hele presentatie gemaakt met allemaal sheets. Duurt ongeveer een half uur. En aan het eind heb ik ook een geen commerciële. Maar heb ik een leuke oefening voor jullie. Een leuke oefening waarbij je ook weer zelf ervaart hoe dat werkt met je eigen regie over je eigen hoofd. Dus neem het tot je, ga het ervaren en ik wens je er heel veel plezier mee. Want dat plezier, dat heb ik zeker ook. Ik ga hem even starten en dan kom ik rechtsonder in beeld. Dan heb je me in ieder geval al wat groter gezien. Het volgende plaatje. Wat is eigenlijk je eigen regie? En hoe werkt het model? Met de voorbeelden. Ik laat jullie zo meteen een model zien. Waarbij je kunt, praktisch kunt zien hoe dat werkt in het eigen brein bij mensen. Praktisch gezien. En die eigen regie gaat dus over die eigen processen. Nou, op het eind heb ik dus wat bijzonders voor jou. Om hetzelfde te ervaren ook. Met iets leuks leuker maken. Ik geef alvast het geheim weg. Nou, wat is eigenlijk het belang van die eigen regie? Als mensen weer de eigen regie krijgen over die eigen processen. Die eigen regie over die eigen processen, de eigen denkprocessen, eigen leerprocessen binnen het eigen hoofd. Dat wat iedereen ervaart. Er gaat zoveel tijd en energie verloren, omdat mensen vaak die regie ook kwijt zijn. De huisarts in Barneveld die heeft zelfs 110.000 euro bespaard in één jaar, doordat ze POH GGZ op een andere manier ging werken. Ze had al heel veel techniek in huis en ze heeft deze interventie erbij gepakt. En ze heeft er heel veel mensen mee geholpen, zeg maar, weer zelfstandig en onafhankelijk verder te kunnen. En dat allemaal binnen 1 of 2 sessies. Daarbij had deze huisartsenpraktijk 80% minder verwijzing naar de tweede lijnzorg. En zeg nou zelf, als je binnen de eigen praktijk, binnen de veiligheid van de huisarts, binnen de eigen praktijk die al bekend voor je is, daar al veel problemen kunt oplossen, waar je mee zit, zeg maar, zodat je niet meer tweede lijns op een wachtlijst terechtkomt, dan worden heel veel mensen al mee geholpen. Dus ze zijn minder afhankelijk ook van lange trajecten. Want lange trajecten die ontstaan vaak als mensen heel veel moeten vertellen. Allemaal precies de hoe en de wat er allemaal in het kopje staat. En wat mensen doen is daar vaak niet precies alles over vertellen, waardoor er heel veel gezocht wordt door de hulpverleners. Waar zit de kern nou eigenlijk van het probleem waar mijn cliënt, waar mijn patiënt mee zit? Wat we altijd willen bereiken is na 1 of 2 of 3 sessies is die blijheid en de glimlach. De opluchting, dat zie je ook in het lichaam. Hè? Dat, voor de cliënt zelf. En het werkplezier voor deze professional, want de professors hoeven niet al die verhalen meer aan te horen. Als ze mensen die eigen regie geven om zelf die dingen daar anders te maken in dat hoofd. De manier zoals je dingen hebt onthouden, dat je daar de verandering kunt aanbrengen als klant zelf. Nou, dit ben ik. Ik heb deze oplossingsgerichte interventie en coachingtechniek, een coachinginterventie ontwikkeld. Er is ook belangstelling voor door de wetenschap, dus dat vind ik heel mooi. Daar ben ik ook super trots op. Er wordt ook druk onderzocht op dit moment wetenschappelijk. Naast alle HBO-onderzoeken die er al zijn, kun je allemaal op de site terugvinden, www.matrixmethode.nl. Er zijn heel veel professors opgeleid die allemaal deze techniek gebruiken, naast alles wat ze al succesvol inzetten. En ik ben uiteraard boeken, heb ik al uitgegeven en ben ik ook nog aan het schrijven. Om deze techniek te borgen. Nou, wat heeft jouw interesse gewekt om dit webinar te volgen? Er zijn dus nu geen chatmogelijkheden, maar ik... Ik ga het je even vertellen wat er meestal zo'n beetje in de chat komt. Via LinkedIn hebben ze mij vaak al ontmoet, zien ze mijn post. Via is eigenlijk het meeste.
mensen via gehoord hebben van nou oké, ik heb nu eens ontdekt wat mij geholpen heeft. Of professors die op intervisies met elkaar praten van oké, heeft er nog iemand iets waardoor ik mijn werk nog effectiever kan maken. Dus dat zijn vaak de antwoorden die ik in de chat krijg. Nou, het is bijvoorbeeld een mevrouw die wordt gecoacht. Ze zegt van ja, ik voel het hier in mijn keel. En dan vraag ik ook, is het in je keel of op je keel? Dat zijn zo die matrixvragen die je kunt stellen. Waardoor ze zelf de regie krijgt over dat wat zij ervaart in haar keel. Denkbeeldig en qua gevoel ook. Om daar iets mee te doen op haar eigen manier. Dat is eigenlijk wat ik doe. Hè? Dus ik breng die mevrouw, ik maak ze bewust van hoe dat werkt in haar hoofd. Om er vervolgens ook wat mee te kunnen doen. Dus dat is dan je eigen regie. Hè? Hoe werkt het bij jou en wat zou jij eraan kunnen doen? En wordt het altijd ingezet? Helaas niet in de huidige hulpverlening. Gelukkig steeds meer, dat wel. Want wij hebben nooit de oplossing voor de ander. Dat is gewoon onmogelijk. Wat we wel hebben is de oplossing voor onszelf. Hè? Dus hoe werkt het bij mezelf en hoe kan ik daar zelf de verandering in brengen? En dat is die eigen regie. Dus de resultaten, wanneer het wordt ingezet, is dat het ook blijvend is. Want als je het zelf doet, is het ook zelf opgelost. Als je het niet doet, gebeurt er niks. Ik zie het wel eens als een crampje. Het werkt ook niet als het in een tubetje blijft zitten. Dus je moet zorgen dat dat wat daar niet lekker loopt, dat je daar zelf de veranderingen aanbrengt. Hoe je dingen hebt onthouden. En het is vaak denkbeeldig. Visualisatie is zo krachtig. Einstein die zei het al, de kracht van de visualisatie. Want het voelt als een brok in mijn keel. Maar die zitten er niet, maar ze voelt het wel als een brok in de keel. En dan vraag ik, wat zou jij ermee kunnen doen? Als het gaat over een brok in de keel. Het kan ook zijn over bijvoorbeeld een nare gedachte die ze hebben. Of een naar plaatje wat er is. Of een nare gebeurtenis. Want er zijn echt heel veel mensen de regie kwijt over dat eigen hoofd. Het begint eigenlijk al met kinderen. Kinderen die geen idee hebben waar ze alle lesstof van school moeten onthouden om het weer terug te kunnen vinden. En ook als dat niet als basis goed gelegd is, dan kunnen ze nieuwe informatie niet koppelen aan hetgene wat er al is. Ik ben echt een voorstander van eerst de basis voor taal en rekenen. Eerst het alfabet, het honderdveld, zonder toeters en bellen, zonder afleidende plaatjes. Gewoon zoals het alfabet en het honderdveld is. Emotionele hulpvragen. Ik heb een opsomming gemaakt, maar er zijn natuurlijk nog honderdduizenden dingen die ik hier niet bij heb geschreven. Want iedereen heeft zo zijn eigen gedoe, zijn eigen issues. Je ziet bijvoorbeeld rijangst staan. Rijangst is niet altijd angst op de weg. Dat kan ook zijn voor tunnels, voor bruggen, voor viaducten, voor enge weggetjes, voor verkeer van rechts. En dat zijn zo enorm veel variabelen, zeg maar, die alleen op een rijangst voorkomen. Nou, die voorbeeld kan ik bij al deze problemen noemen die hier allemaal staan. Maar dan zou het webinar echt een paar dagen duren, denk ik. Dat gaan we niet doen. Maar je kunt je voorstellen dat iedereen eigen beleving heeft bij alle problemen die ze zelf tegenkomen. En als ze er zelf de oplossing voor bedenken, zelf installeren ook, dan weet je, scherpe kantjes gaan eraf. Ze hebben het verwerkt en ze kunnen weer verder, onafhankelijk van anderen. Cognitieve lichamelijke hulpvragen. Het is ook vaak zo dat als je bijvoorbeeld heel veel stress hebt, dat het lichamelijk ook niet zo lekker gaat. Dus waar moet je dan zijn? Altijd bij de kern. Bijvoorbeeld de stress aanpakken, dat volle hoofd aanpakken en alles wat daarbij hoort. En ook hier ben ik weer honderdduizenden dingen, heb ik hier niet genoemd. Dus cognitieve dingen, dus alles wat met informatie te maken heeft en alles wat ook weer met lichamelijke dingen te maken heeft. Ik heb het vooral ook over de psychosomatische klachten waar de dokter geen verklaring voor heeft. En alles wordt weer gestuurd door je eigen mind. Hè? Dus die processen in het eigen hoofd, die sturen ook weer dat lichaam aan. Dus heb je ook weer zelf de regie over. Als er geen medische verklaring is. Eerst naar een dokter. En er zijn heel veel wachtlijsten. Dat hoef ik jullie waarschijnlijk niet te vertellen. Daar staat de media vol van. Iedere dag weer. Er is zelfs onderzoek geweest dat vergeten kind in nood wacht gemiddeld 44 weken op hulp. Nou, dat raakt mij. Dat raakt me echt enorm. Kinderen mogen niet wachten op hulp. Kinderen hebben nu hulp nodig, zodat ze weer zelfstandig verder kunnen. Maak mensen niet afhankelijk. Psychische ziekteverzuim. Er zitten zoveel mensen op de bank. Zoveel mensen op de bank met hun eigen sores, zeg maar. En dan zeggen ze, ja, doe
maar rustig aan. Maar misschien is voor die ene persoon nou net die rust niet handig. Die wil veel liever even koffie schenken op de zaak en de deur nog bijhoren bij de collega's, waardoor het even rust heeft, bijvoorbeeld. Zo heeft iedereen zijn eigen rustmomenten. Voor één is sport heel goed, voor de ander is andere afleiding heel goed. Doe wat je doet. Doe waar je energie van krijgt. Psychisch ziekteverzuim, dat moet echt opgelost worden in dat hoofd. Dan kunnen de mensen weer onafhankelijk en zelfstandig verder eigen keuzes maken. Nou, ken jij situaties waarbij je zelf niet de regie had? Bijvoorbeeld dat andere mensen je heel veel adviezen geven hoe jij je vooral moet gedragen. Bijvoorbeeld gedragen zoals het hoort. Dat kan ook zo zijn, hè? Dat je je eigen regie niet hebt, dat je niet je eigen potentieel inzet, je eigen kwaliteiten, je eigen talenten, dat je jezelf wat naar beneden houdt, dat je niet volledig tot bloei komt. Nou, ik heb dat ook wel eens gehad, dat ik denk van, nou, ik wil het eigenlijk zus, maar anderen zeggen allemaal dat ik het zo moet doen, maar dan raak je jezelf kwijt. Totdat ik dacht van, weet je, ik ga het helemaal op mijn eigen manier doen en dan kan ik iets betekenen in deze maatschappij. En dat wil ik ook graag met jullie delen. Vaak die vraag die vaak gesteld wordt is: komt het ook voor dat mensen juist die eigen regie eng vinden? Er zijn heel veel mensen die het gewoon niet weten wat die eigen regie eigenlijk is. Dat ze zelf invloed hebben op die eigen processen. Dat ze zelf zo krachtig zijn dat ze juist die eigen processen zo kunnen beïnvloeden, de informatie kunnen onthouden op een manier zoals zij het willen onthouden. Je kunt je voorstellen dat als je een keer een heel ingrijpend moment hebt meegemaakt, dat dat zich installeert in je hoofd en dat dat iedere keer weer als flashback terugkomt. Daar ga ik het zo meteen nog over hebben met een model wat ik uitleg. En het kan zijn dat mensen die eigen regie juist heel eng vinden, om dan zelf die verantwoordelijkheid te moeten nemen voor de dingen die ze doen. Maar gedrag is alleen maar buitenkant, mensen. Hier gebeurt van alles en dat uit zich weer in het gedrag. Zo kun je ook vast wel voorstellen dat mensen met hele volle hoofden ander gedrag hebben als mensen die heel relaxed zijn. He, die dingen niet zoveel doen, maar dan ook werkelijk niet zoveel doen. En dat gedrag komt alleen maar voort uit wat er hier allemaal gebeurt. Maar wat gaat het mensen opleveren als ze juist die eigen regie pakken? Wat zou het ze opleveren? Nou, een paar woorden vind ik altijd belangrijk: onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Zelf kunnen ze verder, onafhankelijk van anderen. Ze pakken die eigen regie, die eigen verantwoording ook. Ieder mens is anders. Nou, dat zullen jullie ook wel weten. Maar er wordt heel veel gedaan in protocollen. Het moet zus, deze hulpvraag heeft dit protocol nodig. Zo denk ik niet. Een protocol van de matrixmethode is dan een manier van specifieke vragen stellen. Niet volgens vaste protocollen die bij alle problemen werken. Nee, de mensen stellen we centraal en daar gaan we het mee doen. En daarom is het ook altijd real time en altijd één op één met mensen. Het kan niet via mail. Het moet even een gesprek zijn, zeg maar, van hoe is het voor jou en hoe zou jij het willen? Dat zijn eigenlijk de vragen die we stellen. En hoe ga jij dat dan doen? Een voorbeeld uit de praktijk, dat is een hondenangst. En een hondenangst van een jongetje bijvoorbeeld, ik geef even een voorbeeld van een jongen van 10 jaar. En de jongen die is op zijn 7-jarige leeftijd, is die een akelige hond trouwens, hè? De jongen van de 7 jaar, van 10 nu, hij was toen 7, die ging altijd met zijn ouders, ging die naar kennissen toe. En de kennis hadden zo'n bouvier, zo'n zwarte bouvier. En daar was hij super bang voor, want hij heeft ooit een keer meegemaakt dat die bouvier op hem af kwam rennen. Op het moment dat ze aankwam rijden met de auto en hij uit de auto stapte. En ja, die hond hier, die was kwispelend en alles en die wilde heel graag met hem spelen. Maar hij heeft dat bedacht van, hij wil me aanvallen. En dat plaatje had hij nog steeds op zijn netvlies staan. En daar werd hij iedere dag, eigenlijk, nou, vaak werd hij daar gillend van wakker zelfs. Die flashback die hij daarvan kreeg. Nou, wat we hebben gedaan is dat hele enge plaatje, dat heeft hij zelf, heeft hij daar de triggers uitgehaald. Dat heeft hij geneutraliseerd en anders opgeslagen. Nou, wat schets je verbazing. De ouders gingen weer met hem naar die kennissen toe. En ze hebben die hond die kwam weer aanrennen bij dat hek. Maar eigenlijk was hij al uit de auto gestapt voordat iedereen het door had. En die ging die hond gewoon aaien. Dat was zo anders als wat anders altijd meemaakte. Dat is even een voorbeeld. Nou, dit blijft wel een hele enge hond voor mij trouwens. Maar het is maar een plaatje. Dat plaatje dat kan ik opslaan zoals ik het wil.
Of ik kan ervoor kiezen om het niet op te slaan. En ook jij hebt daarin de keuze. Nou, een voorbeeld van een vol hoofd, dat is van een meisje. Er was een leerkracht op school, die heeft die kinderen aangezet om te tekenen wat er allemaal in hun hoofd gebeurt. Ze was heel benieuwd ook hoe dit dyslectische meisje haar hoofd had georganiseerd. Of misschien wel niet had georganiseerd. Nou, wat schetst haar verbazing. Dit hoofd heeft dat meisje getekend. Ze heeft er lange tijd over gedaan. Ze kreeg ook 2 dagen daar de tijd voor. En gedurende de dag kreeg ze daar momenten voor om te tekenen hoe dat dan werkt in dat hoofd. En het meisje dat vertelde ook dat er een mannetje langs al die hokjes gaat, net boven die ogen. En dat zijn alle letters. En als ze dan een woord moet schrijven, dan moet eerst dat mannetje met dat karretje langs al die letters. En dan gaat ze het woord vormen en dan kan ze het pas opschrijven. Dus daarom had ze ook wat meer tijd nodig in de klas. Dit is zomaar een hoofd van een meisje op school. Dus leer werken ook met je hoofd. Wat je ook ziet in het hoofd zijn emoties. En hè, kijk maar eens even zelf wat je hier ook in ziet. Er gebeurt van alles en nog wat. Maar je kunt het pas weten wat er in het hoofd zit als je dat meisje het laat vertellen ook. De vraag is, gaat ze werkelijk alles vertellen? Wat er gebeurd is, met wie het gebeurd is, wat er gezegd is, wanneer het was? Dat ga je allemaal niet vragen, maar zelf heeft ze bijvoorbeeld een angst voor dit of voor dat. En dan laat je haar met die angst werken. Ik leg het zo meteen nog wat beter uit. Want wat er werkelijk in het kopje zit, wat er werkelijk in de weg zit, blijft vaak geheim. Dat zijn ook van die privézaken. Dus je vertelt wel dat er een probleem is, dat je bijvoorbeeld hondenangst hebt, of een ander soort angst, of trauma, of een nare gebeurtenis, of een voorstelling van iets wat mogelijk in de toekomst gaat gebeuren. Daar heb je nu allemaal al plaatjes bij, geluiden, gevoelens, reuk, smaak, gedachtes. Dat zijn allemaal eigen interpretaties van je eigen brein, van iets wat ooit gebeurd is of wat mogelijk in de toekomst gaat gebeuren. Maar mensen voelen zich vaak niet veilig om ook werkelijk alles van de hoed en de rand te vertellen van wat er precies gebeurd is. En dat hoeft ook niet, als ze het zelf maar kunnen beïnvloeden. Want het is best lastig om over het echte probleem te praten. Want je gaat bijvoorbeeld er niet over praten dat wat één persoon in je leven ooit tegen jou gezegd heeft, omdat misschien die ander die persoon wel kent. Of een hele andere reden, dat je misschien wel loyaal bent aan die persoon. Dat je daar niets vertelt over dat echte probleem. Of in de kern speelt het ene probleem en je vertelt, je draait er een beetje omheen. Dat gebeurt heel veel. En daarom duren gesprekken en trajecten ook vaak heel erg lang. Omdat de hulpverlener naar de kern wil van dat probleem. Dat is best moeilijk om dat vaak omhoog te halen. Ik heb er wel een mooie oefening voor. Dat is de kernwaarde. Dat is de waardehiërarchie. En dan heb je echt de kern te pakken van het probleem. Bijvoorbeeld een basisbehoefte wat nog in de weg zit. Van vroeger bijvoorbeeld, die persoon heeft zich altijd erg onveilig gevoeld in bepaalde situaties. Nou, daar durven ze vaak niet over te praten. Maar dat is wel een mooi moment om aan te pakken. Zonder woorden, dat ze toch dat gaan herstellen in dat brein. Nou, in deze sheet heb ik 2 keer durven gezet. Je hebt het misschien al gezien. Maar het gaat erover dat mensen niet durven, willen, mogen, kunnen en gaan vertellen daar waar het over gaat. Waar het werkelijk over gaat. Dat heb ik net al even uitgelegd. Dit komt ook veel voor natuurlijk met mensen die een beroepsgeheim hebben. Ze mogen er niet over praten. En toch zit het heel erg in de weg. Nou, dit is het model waar ik het over heb. Het matrix werkmodel. Ik leg hem even uit hoe het zit, tenminste praktisch gezien. Hè. Dit is geen medische verklaring, zoals met de neuronen en al die dingen meer, amygdala enzovoort. Daar heb ik het nu niet over. Ik heb het over het praktische brein. Informatie komt binnen in het eerste stuk, het sensorisch geheugen. Dan ga je er wel wat mee doen of je gaat er niets mee doen. Als je niets mee doet, ga je het weer vergeten. We kunnen onmogelijk alles onthouden wat er iedere dag gebeurt. Informatie kan ook doorgaan naar het werkgeheugen, dat is het middelste stuk. En in dat werkgeheugen, dan ga je er wat mee doen. Dan ga je het processen, dan heb je weer de keuze, weer die rotonde, om het weg te laten gaan of door te laten gaan naar je lange termijn geheugen. En je lange termijn geheugen, dat is daar waar alles staat onthouden van wat jij wil onthouden of hebt onthouden. Dat kunnen de positieve momenten zijn, de neutrale momenten of de negatieve momenten. En de negatieve momenten, dat zijn echt in milliseconden van situaties.
Want de situatie kan langer duren, het kan 1 minuut zijn, het kan een hele dag zijn, het kan je hele leven lang zijn. Maar er zijn specifieke momenten en die pakken we per moment. En dat moment haal je even één naar boven om er even goed op te focussen. Dan ga je de triggers uithalen, de lading afhalen, neutraliseren en vervangen onthouden zoals je het zelf wil onthouden. Of je laat het weggaan, je gaat het gewoon vergeten. Zoals de Belgen zeggen, ik kan er niet meer geraken. Maar je hebt zelf daar de keuze in. Ik heb nog een sheet waarbij ik het wat duidelijker uitgelegd heb. Dus dat negatief haal je even naar boven. Je gaat er wat mee doen en heb je weer de keuze op het tweede plaatje om er iets mee te doen, om weg te laten gaan of door te zetten weer naar je lange termijn geheugen. Maar het gaat onthouden zoals je het zelf wil onthouden. En jij bepaalt. Als neutraal, als positief of misschien een heel ander plaatje bijvoorbeeld. Met alles eromheen, met geluid, gevoel, reuk, smaak, gedachten. Het zijn altijd die eigen plaatjes. Het eigen zien, het eigen horen, het voelen, het ruiken, proeven, denken. De plaatjes, geluiden, gevoelens, reuk, smaak en gedachten. Altijd per persoon verschillend. We hebben allemaal een ander plaatje. Als ik je nu een plaatje laat maken, bijvoorbeeld van een paard, dan heb je 100% zeker een heel ander plaatje dan ik. Met eigen geluid, gevoel, reuk, smaak, gedachten erbij. En zo werkt het in het eigen hoofd. Altijd eigen interpretatie. De persoon zelf is de probleemeigenaar en ook de probleemoplosser. Want die heeft het zelf onthouden en die heeft er zelf ook alleen invloed op. Dus ze kunnen ook zelf het probleem oplossen, mits ze de goede vragen krijgen. Dus weet jij nu waarom de eigen regie zo belangrijk is om die te bevorderen? Om de mensen ook bewust te maken hoe dat werkt in het eigen hoofd en dat ze daar ook zelf de regisseur over zijn. Als een soort detective gaan ze ook op zoek naar hoe werkt dat voor mij. En daar kunnen ze dan ook het verschil in maken in het plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak, gedachten die ze erbij hebben. Het lijkt misschien veel te simpel wat ik doe. En het is niet simpel, het is ook niet eenvoudig, maar het is wel heel laagdrempelig. Omdat je uit het verhaal blijft en de persoon zelf daar het verschil kan maken. Zoals een autistische jongen tegen mij zei van 21. Hij zegt in mijn hoofd heb ik het veel sneller gedaan als dat ik het u ooit in woorden zou kunnen uitleggen. De mensen zijn dus zelf de eigenaar over de eigen processen, de denkbeeldige eigen processen. En Einstein zei het dus al, de kracht van de visualisatie. En de persoon zelf is de enige eigenaar ook, maar die weet ook alleen maar wat daar gebeurd is. Toentertijd of al voorgesteld wat er in de toekomst mogelijk gaat gebeuren en daar een eigen voorstelling van gemaakt. Zoals ik van de week ook van iemand hoorde van iedereen bouwt daar zo zijn eigen bouwwerk omheen. Hè? Met alles wat erbij hoort, zeg maar, bij dat ene specifieke moment. Dus de mensen zijn allemaal de eigen regisseur. De enige op de wereld die daar die processen kunnen beïnvloeden. Je kunt wel adviezen krijgen van anderen, maar toch moet je het zelf doen. En het is altijd een unieke eigenwijze. Eigenwijs, lekker eigenwijs. Daar hou ik van. De eigenwijze, de persoon centraal. Nou, dat heb ik al vaker gezegd in dit webinar. De visualisatie is heel krachtig. Krachtiger nog dan dat je er woorden aan kan geven. Want die woorden kun je vaak niet verwoorden dat wat hier gebeurt. En voordat je het hebt verteld, kun je het hier al gedaan hebben. Nou, daar heb ik het ook al over gehad. De eigen oplossing. Ook jij, als jij iets hebt onthouden, kun je het ook alleen maar zelf veranderen, anders maken zoals jij het wil onthouden. Altijd onafhankelijk, zodat de mensen zelf weer stappen kunnen gaan zetten. Onafhankelijkheid en zelfstandigheid, daar hou ik van. Maar ook die intrinsieke motivatie, die eigen talenten, die eigen keuzes, de eigen kwaliteiten die ieder mens gewoon in zich heeft om die volledig tot bloei te laten komen. Dat is heel belangrijk, want dan heb je een andere maatschappij. Want die onrust is heel vaak omdat er zoveel mensen met volle hoofden rondlopen, waarbij ze geen idee hebben hoe ze daar zelf weer de regie over krijgen. Nou, daar wil ik graag mijn steentje bijdragen in deze maatschappij. En ja, vandaar ook dat ik jullie heel graag daar die informatie over geef. Met heel veel plezier ook trouwens, hè.
Dus ben jij die professional die met mensen werkt met mentale problemen? Je hebt waarschijnlijk al heel veel in je gereedschapkist. Je hebt al heel veel opleidingen gedaan, trainingen gedaan. Je doet intervisie met anderen. En toch is er soms net iets wat je mist. De praktische tool, zeg maar. Nou, ik hoop dat ik je daar een beetje mee heb genomen in dit webinar. Dat mensen heel praktisch gezien, zeg maar, door middel van vragen stellen, daar die eigen problemen zelf kunnen beïnvloeden. Nou, dit heb ik jullie beloofd. Dus ervaar zelf hoe je de regie te krijgen door iets moois nog mooier te maken. Nou, ik zal even uitleggen hoe de oefening gaat. Zometeen ga je iets moois nog mooier maken wat je zelf bedenkt. Dan gaat hij als volgt. Zometeen ga ik hem echt doen, hè? Maar ik leg hem nu even uit. Dus als tijd, geld en energie geen rol zouden spelen, wat zou jij graag willen? Op welke manier zou jij dat plaatje willen maken? En ga helemaal over de top. Alle fantasie, alles mag bij. Want je gaat het toch niet vertellen. Daarna doe je er een heel mooi geluid bij. Een heerlijk gevoel. Een fijne reuk en een smaak. En een hele krachtige gedachten. Ik ga even de PowerPoint stoppen. Want hier gaat het dus over. Dus gaan we nog een keertje. Ik ga hem nog een keer uitleggen. Fijn plaatje, geluid, gevoel, reuk, smaak, gedachte, dat wat jij wil. Heel veel mensen willen gewoon hun ogen dicht doen, dus doe dat ook vooral. Nou, we gaan het doen. Als tijd, geld en energie geen rol zouden spelen, wat zou jij willen? Maak het meest fantastische plaatje van jezelf. Echt, en ga helemaal over de top. En maak het nog mooier, nog mooier, nog mooier. Alle fantasieën mogen erbij. Doe er een heel mooi geluid bij. Een heerlijk gevoel. En laat het gevoel helemaal door je heen stromen. Een fijne reuk en een smaak als je dat wil. Een hele krachtige gedachte. Waar jij in gelooft. Dat is wel belangrijk, hè? Waar jij in gelooft. En ga dat plaatje ergens onthouden, waar jij het wil onthouden. Dat kan in je hoofd, dat kan buiten je hoofd, dat kan in je lichaam, dat kan op alle plekken waar jij het hebben wil. Als jij het maar weer terug kunt vinden. En de laatste opdracht, wat ga je vandaag al doen om daar te komen? Wat voor klein stapje kun jij vandaag al zetten om daar te komen? Bij dat fantastisch mooie plaatje wat jij net bedacht hebt. En dat stapje kan ook kleiner zijn dan de grote stappen die je vaak wil maken. Dus wat voor dingetje kun je vandaag gaan doen om daar te komen? Nou, dit is de oefening. Doordat je nu ervaren hebt hoe die eigen regie werkt, doe die oefening vooral nog een paar keer en laat hem ook mensen doen. Dat is, weet je doet er niks mee fout. Het is juist heel mooi om mensen weer die eigen regie terug te geven door middel van deze eigenlijk hele simpele oefening. Door een fantastisch mooi plaatje van zichzelf te maken, waarbij ze helemaal alle fantasieën, alles mogen inzetten. Een fijn geluid erbij, een heerlijk gevoel, een fijne reuk en smaak en hele krachtige gedachten. Ergens neerzetten waar je het wil onthouden en wat voor stapje ga je vandaag al zetten. Nou, ik hoop jullie wat duidelijkheid hebben gemaakt wat die eigen regie is en waarom die ook zo belangrijk is. Dus ik dank je hartelijk dat je deze webinar hebt bekeken en ik wens je er heel veel plezier mee. En graag tot de volgende keer. Dag!